Stadion. Bij de aftrap van carnaval Erpel Hooyersland. En ja, dat doen we vanavond toepasselijk op de 11, een speciale dag trouwens vandaag, hè. 11-11-22. Wisten jullie het wel? 11-11-22. Memorabele dag. We gaan vandaag het carnaval beginnen met ja, normaal gesproken een liedjesfestival, het Blairenfestival. Alleen hebben we dit jaar helaas geen aanmeldingen voor liedjes. Even stil jongens, even stil. We hebben helaas geen aanmeldingen voor liedjes. Dus we hebben ook geen liedjes te kiezen. Dat vinden we heel erg jammer. Nou, allemaal welkom. Speciaal welkom aan ons erelid, Bertus. Heel leuk dat je er bent. Ook applausje voor Bertus. Goed, de nieuwe avond, we hebben hem genoemd De Opmaat. Dus niet meer het Blairenfestival, maar De Opmaat. En dat is eigenlijk ja, een nieuw motto, of een nieuwe manier van carnaval te beginnen, de aftrap. En we doen dat dit jaar met een leuk nieuw motto. Het motto is, doe het nou niet. Nou, wij doen het natuurlijk allemaal wel, maar het motto is, doe het nou niet. Dan gaan we met carnaval met z'n allen uitdragen. Even een minder prettige mededeling. Dat gaat over de financiën van de Erpelhooyers. Ja, dat kennen we lachen, maar het is echt zo. We verkopen sjaals, zulke sjaals, van de Erpelhooyers. Voor maar 11 euro, dat is toch geen geld, hè? 11 euro, prachtige sjaal. Als je straks naar huis gaat, kop erin, trek hem aan, dan valt er geen kou. En daar steunen we tevens de Erpelhooyers mee. Je kunt ook vlaggen kopen. Je ziet er daar eentje staan met het embleem. Een vlag voor thuis van de muur. Als je hem nog niet hebt, we verkopen ze ook voor in de entree. Voor maar 15 euro. Nou, was daar 15 euro tegenwoordig. Koop een vlag, hangt hem op met de carnaval. En we krijgen natuurlijk waar het vanavond om draait. Want waar gaat het vanavond er wel over? Dat is natuurlijk de installatie van de Raad van Elf. De Raad van Elf en, heel bijzonder, de bekendmaking van de prins van Erpelhooyersland. Hij komt aan draaien, maar hij viert carnaval in Lagenberg.
zeven is onze host, Horst Heene. Komt er maar bij. Maar ook de goede momenten kan afsluiten. Vlugge draagt hem met vieren. Doe het nou niet. Dat is precies wat mijn moeder zei toen ik zei, ik word de nieuwe prins van Herpenrooiersland.